Hallo en welkom op mijn kanaal. Vandaag weer een 6x8 pagina uit het harttransplantatieboekje van mijn man. Zoals jullie al eerder hebben gezien, heb ik de achterkant van deze pagina net gemaakt. En nu deze kant met twee 4x6 kaartjes. En het is nogal een kleurige pagina, maar een heel deel valt daarvan weg omdat ik veel foto's gebruik. Hierbij snij ik eerst de foto's op maat. Ik print mijn foto's af op A4 en dan knip ik ze even ruw weg, zodat ik ze in de vakjes kan doen. En dan kan ik daarna de foto's precies op maat maken. Onderaan gebruik ik twee foto's en bovenaan een wat grotere foto. Deze dag had mijn man zijn tweede biopt. En dat leg ik hierin vast. Het kaartje wat je nu in beeld ziet is een wit kaartje waar ik de journaling op wil gaan doen en wat een soort tip-in gaat worden. En dat is een wit kaartje en dat vind ik dan weer niet mooi. Dus daar gebruik ik stempels voor om die op te leuken. En dit is een background stempel van DLS en die heet Leaves Half Circle. En die ga ik stempelen met gele Memento inkt. En dat heb ik inmiddels al gedaan. Die gele Memento inkt heet Cantaloupe. En daar ga ik wat accentjes in het blauw aanbrengen. En dat doe ik met een stempel waarvan ik niet weet van welke kit die is. Maar die hoort bij een van de DLS kits. En daar zat een mooi plusjes achtergrondje bij. En die verdeel ik over de pagina. Zo krijg je een beetje een kleuraccent die ook passen bij de achtergrond. En je ziet dat ik niet de hele stempel gebruik, maar een deel ervan. En ik maak hem schoon en dan is dit klaar. Het kaartje krijgt natuurlijk een zwart lijntje, zoals al mijn kaartjes een zwart lijntje eromheen krijgen. En dan kunnen we aan de slag met de 4x6 kaartjes, denk ik. Oh nee, ik had nog een soort versiering erbij bedacht. Want je ziet op dat ene kaartje al die woordjes en die zaten ook op een 6x8 vel. Dan heb ik een aantal woordjes uitgeknipt. Dat zijn de woordjes anywhere, adventure, awesome en let's go. En op deze kant van het kaartje hou ik er goed rekening mee dat er nog een washi tapeje aan de bovenkant komt. Je zult zien dat dat straks op de andere kant van het kaartje niet goed gaat. Maar dat herstellen we wel weer. Dus ik plak hier het woordje in het roze adventure op en bovenaan komt in het groen het woordje anywhere. Deze plak ik op met een glue stift en dat werkt eigenlijk heel perfect. Nou, dan is deze wel klaar en dan kunnen we met het eerste 4x6 kaartje beginnen. Dat is een foto van het lichte ontbijt dat 's morgens mag voordat de ingreep plaatsvindt. En aangezien het kaartje op de achtergrond al heel erg druk was, was ik niet van plan om dit nog te gaan matten. Want dan vind ik het te druk worden. Dus dit kan snel. Een lijntje om het kaartje heen en de foto erop plakken. En het is klaar. Dan kan ik hem straks gewoon embellishen. Dan pakken we het onderste kaartje. Ook daar zetten we een lijntje omheen. En ook deze foto's plak ik op zonder te matten. Omdat die achtergrond dus vrij druk was. Ik heb ervoor gekozen om de foto van mijn man en zoon aan de rechterkant te doen. En de foto van mijn man alleen aan de linkerkant. Want op die linkerfoto kijkt mijn man naar de andere kant toe. En anders kijkt hij de foto uit. En dat vind ik niet mooi. Hier kom ik erachter dat het woordje let's go verkeerd is geplakt. Dus die haal ik er nu af. Dan komt er straks een washi tapeje overheen. Dus de beschadiging op het kaartje heeft niet zo'n probleem. En ik plak hem iets hoger op, zodat dat washi tapeje er straks onder kan. Nou, dan zien jullie hoe het gaat worden. En dan komt daar straks nog journaling op. Die zullen jullie in het eindresultaat niet zien, want die heb ik pas later klaargemaakt. Ik typ dat in op de computer en dan print ik het af. En dit keer zijn het vakjes journaling geworden. Als ik straks nog eens een keer een flip-through doe, dan kunnen jullie dat zien. Nou, dan ga ik bezig met embellishen en ik dacht dat ik deze grote blaadjes zou gaan gebruiken.
Maar uiteindelijk zullen jullie zien dat dat hem niet wordt. Ik vind het dan te druk worden, omdat die achtergrond ook al zo druk is. Dan is het eigenlijk te veel. Dus ik kies ervoor om die weer weg te halen, zoals jullie zien. En dan ga ik toch naar wat rustigere dingen op zoek. En ik kies voor wat dingen met woordjes en nou ja, hartjes. Dat dingetje wat ik er nu op leg, ja, ik weet niet eens hoe ik die vorm moet noemen, maar goed. Dat is het gele, daar staat Let's Go op. En op deze roze met witte, daar staat Lift Wonder. Nou ja, de hele reis in het ziekenhuis is natuurlijk ook een ontdekking. Dus wonder betekent ontdekken. Dus ik vond dat er ook wel bij passen. En hier heb ik ze bij elkaar gedaan. En ik heb hier nog het grote woordje happy in het geel. En zo zie je dat dat gele wat meer terug gaat komen. Dat zit dan ook in het journaling kaartje. En dan krijg je er wat één geheel van. Dan heb ik hier nog een groene en er staat bij Funny Times. Mijn man en zoon hebben best wel veel lol met elkaar, dus vond ik die erbij passen. En dan nog een sterretje of een hartje. Het wordt een hartje. En dan is het nagenoeg al klaar. Dus ik lijm deze op. En dan kunnen we met de enamel dots aan de slag. En daar komen een beetje zalmroze. En een groene enamel dot bij. En dan hebben we het geheel alweer klaar. En zo kan het snel. Het scheelt als je ook niet te veel laagjes gebruikt. Dan ben je vrij snel klaar. En ik gebruik deze washi tape om het vast te plakken. De washi tape was nog niet eens aangebroken. Die hoorde bij de Merkejaren kit. Nee, volgens mij niet. Ik weet niet eens bij welke kit die hoorde. Maar ik vond hem hier wel bij passen. Dus ik laat jullie zien hoe ik dat dan doe. Ik moet altijd weer even kijken hoe ik hem dan in zicht heb. En het begin vinden van een washi tape is ook altijd al een dingetje. En dan plak ik eerst aan deze kant een washi tape en die scheur ik dan gewoon af. Dan kan ik hem daarna recht knippen. Nou, dan komt hij zo op de pagina. En dan doe ik aan de andere kant ook altijd een washi tape. Dat maakt het toch net even wat steviger. Dan plak ik die hier aan deze kant vast en dan kan ik die afknippen. En dan heb je zo een tip in. Dan kan ik aan beide kanten een journaling maken. Hij zit niet helemaal recht, dus ik plak hem iets rechter. En dan kunnen de foto's erin. Ik doe ze er nog even onder. Want dat is voor het licht beter. Want anders schijnt die pocket zo terug. En dan is hij hiermee klaar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit te zien. Als dat zo is, geef me dan een duimpje. En anders tot de volgende keer. Doei!